En ja, we zijn weer thuis van de dierenvoedselbank. Laat even snel zien aan jullie wat ik heb gekregen. Dit is voor de cavia's. Ja, en ik zou nog iets gaan uittesten. Dat is deze. Dit is dus een moddermasker. Mensen, een hele goede morgen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karen. Karen en Roderick, ja, dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 7 april 2021 en het is nu 11 uur 40 bijna. Dus daar loopt het nu naartoe. En ja, zoals jullie zien, we lekker aan het lopen. Met wie anders? Mijn grote lieve schatje, kijk maar. Ja, en Roderick moet ik bellen rond 12 uur. En we wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Mensen, had ik het al gezegd dat het koud is buiten? Nou, het is koud. Ja. We zijn net bij de dierenvoedselbank geweest. Ik heb een hele tas met dierenvoeding. Ook fijn. Echt, dat is echt fijn, fijn, fijn. Kan ik je vertellen. Vooral als je per maand iets van 40 euro overhoudt en dan moet je nog in principe boodschappen gaan doen, wat je gewoon niet trekt en redt. Dus dan is een dierenvoedselbank en een voedselbank wel erg handig. Ik hoopte hem eigenlijk nooit meer te hoeven hebben, maar ik schaam me er niet voor. Ik heb nu even eenmaal wat schulden van de Belastingdienst. Dat komt omdat we dus zijn getrouwd. Dus ja, dan moet je eventjes een behoorlijk bedrag terugbetalen. En ik had er eigenlijk al eerder recht op, maar ik wou er nog niet aan geloven, om het zo maar te zeggen. Maar ja, ik moet er nu al even aan geloven. Ik heb gewoon even alles op onder gezet qua mijn financiën. Ja, en dan kom je toch even achter de harde realiteit. Dat ik het dus nodig heb. Nou ja, dan heb ik het nodig. En ja, de voedselbank en de dierenvoedselbank moeten gewoon echt alles hebben in principe van je. Dus ja, en als je dit dus alles netjes opstuurt, ja, en hun zeggen van ja, en je hebt het inderdaad nodig en je hebt recht op, nou, dan heb ik er recht op. Dus wij gaan nu lekker naar huis, naar de diertjes. En ik laat jullie zien wat ik van deze dierenvoedselbank heb gekregen. Ja. En ja, we zijn weer thuis van de dierenvoedselbank. Laat even snel zien aan jullie wat ik heb gekregen. Dit is voor de cavia's. Dit is voor de katten, dit stukje. Dit is voor de hondjes. Yes. Dit is ook voor de hondjes. Vlooispul, een lekkere Rodi. En ik word er niet voor gesponsord. Kip met kaas. En deze mooie Zen collar. Ja, mochten ze een wond krijgen of wat dan ook. Dan kunnen ze die mooi omdoen. Altijd handig om dat te hebben. Dus dit is van de dierenvoedselbank. Niet heel verkeerd, zou ik maar zeggen. Wauw. Nou, ik ben even vlogjes even aan het editen. Want dat moet ook weer gebeuren. Want ik loop niet achter, dat niet, maar het moet wel even gebeuren vanzelf. Ja, want anders dan loop ik wel achter. Ja, en dat moet maar niet echt, hè? Nee. En als jullie wel iets leuks willen, moet ik het wel gaan doen. Ja. Dus, net even de hondjes even uitgelaten. Even heel veel dingen weer aan het regelen geweest. Dierenvoedselbank zijn we geweest. Ik moest nog even mijn dingen even inschrijven naar dieren. En ze schrok een beetje met hoeveel dieren we hebben. Maar ja, het is helemaal zo. En er kan geen verandering in komen. Nee. Of mits dat er eentje moet overlijden, maar ik denk het niet. Maar ze hebben het gewoon nu goed. Ja, meer, ja, ja. Daar ben ik gewoon blij mee, dus ja. En nog even bij de Aldi even geweest, want daar wou Ro even naartoe. Nou, prima. Helemaal goed. En ik ga zo meteen even mijn croissantje niet, maar mijn... het is een broodje. En geen frikandelbroodje, maar een sausenbroodje. Ja,
En ze zei, ze begrijpen, en ik kom er niet uit. Maar oké, jullie begrijpen wel wat ik bedoel. Het is nu 12 uur, midden in de nacht. Ja, maar dat ga ik wel even zo even eten. Ik ga een vlogje doen. Dan ga ik zo meteen even lekker toeselen. Misschien dat kun je nog even meenemen, weet ik niet. Maar ik ga nu eerst even lekker eens een sausijsbroodje eten. Ja, nou, dus het is nu al inmiddels al 3:04 in de nacht. Ja. En ik zou nog iets gaan uittesten. Dat is deze. Dit is dus een moddermasker met shampoo. Nou, moet ongeveer 5 à 10 minuten in laten trekken. Nou, dus ik heb nog even onder de douche. Dus ik ga deze nu even in doen. Ik ga hem wat warmer zetten. Dat vind ik lekkerder. En weet je wat ik mis? Een lekker warm bad. Heerlijk. Maar ja, die hebben we eenmaal nu niet. Dus we moeten het doen met alles wat we hebben. Nou. Ja. We gaan even kijken. Ik ga hem in mijn haar smeren. Het ruikt wel lekker overigens. Dat moet ik toegeven. Nou, en dan doe ik hem even nog eventjes in een knotje, soort van. Ik laat het even inwerken. Zometeen gewoon weer lekker bij jullie terug. Ja, ik zou weer bij jullie terugkomen als ik hem ging uitspoelen. En daar is het nou lekker tijd voor. Om hem lekker uit te gaan spoelen. Ik merk wel, hij is wel heel zacht mijn haar. Echt heel zijdezacht. Dat is mooi. Ik ben eigenlijk alleen maar weer blij mee. Ja. Dit is wel weer een aanrader. Dan even lekker een masker, een moddermasker plus shampoo gelijk voor je haar. Het is ook gewoon lekker zacht. Er zit geen klitten in. Nu allemaal aan de vlijder over en dat even de action, hè. En dat is een van de action. Dus ja, dit is echt de moeite waard om deze te halen. Dus ben je benieuwd welke shampoo dat is? Ik maak sowieso morgen een fotootje voor deze vlog. Sowieso. Echt de moeite waard, jongens. Echt waar. Oh, heerlijk. Ik kan er gewoon lekker doorheen. Heerlijk. Eens kijken hoe mooi. Nou, ik ga me weer even verder klaarmaken en dan ga ik zo meteen lekker slapen. Vond je deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, vergeet vooral niet te abonneren hier beneden. En kijk even op het i'tje daar. En doe het belletje ook even aan. En doe het duimpje even omhoog. En laat even een leuke reactie achter. En dan zien we jullie bij morgen weer heel graag bij een gloednieuwe vlog. Mwah.